Yo, kijkers van Duffy Games, leuk dat jullie kijken naar deze rare aflevering. Mavie Dantis is hier met nog iemand van zijn handlangers. En er gebeuren hier een aantal rare dingen. Er wordt hier met dingen geschoten. Mensen gaan dood. Mensen worden... Holy shit! Ze maken alles hier kapot. Zoals je ziet, ze zitten hier nu in het riool. Die met het groene en die ho is Mavie Dantis. Holy shit. Holy shit. Dit is niet normaal. What the fuck. Oh, ik ben gehit. Oh, ik ben gehit. Ik doe dit. What? Alles. Wojo. Mensen, ik doe nu helemaal niks. Ik kan hier niks. Holy shit. Oké, het is weer weg. Ik ben gesloten. Oké, goed. Het is weer weg. Hierdoor, hier is nog steeds Mavie Dantis. Hij wordt nu in een hoekje gedreven. Nee! Dat was mijn moeder. Oh shit, Mavie Dantis is hier nog steeds. Ik moet hier weg. En de Kingdom lijkt op het moment. Oh shit. Dit is echt niet leuk. Holy shit. Mavie Dantis is onkillbaar volgens mij. Iedereen van je naam zit hier te vechten en probeert hem dood te krijgen, maar dit is echt niet gezond. Laten we even de schade bekijken wat hier allemaal... Jemig. Ik weet ook niet waar ze vandaan kwamen of hoe ze hier kwamen, maar het was gewoon opeens raak. En ze hebben alles kapot... Nou, alles is overdreven, maar ze hebben hier gewoon gaten in de grond gemaakt, echt gewoon kraters. Holy shit. En het gaat hier beneden maar door. Dit is echt niet normaal. Er worden een keer mobs gespawnd hier. Of, holy shit. Holy shit. Waarschijnlijk een spel van... What the fuck was dat onder mij? Waarschijnlijk een spel van hier of zo dat er... Holy shit, dit is gevaarlijk hier. Ik ga dit huis in. Dat hier denk ik allemaal mopspannen of zo, ik weet het niet. Holy shit, mensen. Oh mijn god. Oké, volgens mij zijn ze weg, alleen blijven er hier zombies spannen. En that's it. Hier beneden. Nee, hier zit hij nog. Zit hij hier nog? Of is hij nou weg? Oké, mensen, ik denk dat ze weer weg zijn. Oh, hij hangt hier. Oh jee. Holy shit. Nou, dit rook om me heen. Wat is dit? En hij is weg. Dit was het. Mensen, zie je maar weer. Hinava sterk. Maar andere kingdoms of goden met rare krachten zullen altijd sterker zijn volgens mij. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Ik ben een beetje onder de indruk wat hier inderdaad allemaal is gebeurd. Vergeet de video niet te liken en te abonneren. En tot de volgende keer.